Dank u, voorzitter. Het verdienvermogen in Nederland staat heel erg onder druk. ASML is denk ik slechts het laatste bedrijf dat overweegt om Nederland te verlaten. Het is al een paar keer genoemd, vooral de energie-intensieve industrie heeft het zwaarder. Er is dus een aluminiumbedrijf al uit Groningen vertrokken. Een zinkbedrijf, de heer Thijs noemde het ook uit Noord-Brabant. Vandaar dat we met een motie hierover komen. Die lees ik nu even voor, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslaging en constateerde dat de elektriciteitsprijs in Nederland het hoogst is van heel Europa. Constateren dat vanwege deze hoge elektriciteitsprijzen bedrijven Nederland inmiddels al hebben verlaten. Overwegen dat hiermee het verdienvermogen van Nederland wordt aangetast, verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre de hoge elektriciteitsprijzen in Nederland ervoor zorgen dat bedrijven uit Nederland zijn verdwenen of overwegen uit Nederland te vertrekken. En welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om te voorkomen dat bedrijven Nederland verlaten vanwege de hoge elektriciteitsprijs in ons land. Er gaat over tot de orde van de dag. En dan heb ik nog een tweede en laatste motie hier, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslaging. Overwegen dat klein en middelgroot grote bedrijven vaak moeilijk aan krediet kunnen komen, constateren dat het MKB niet alleen de banenmotor is van onze economie, maar ook cruciaal is voor het verdienvermogen van Nederland, verzoekt de regering te onderzoeken hoe de kredietverlening aan het MKB verbeterd kan worden en gaat over tot de orde van de dag, voorzitter. En tot slot als laatste, nu op dit moment begint een ander debat voor mij, dus ik vertrek met uw goedvinden, maar ik ga de appreciatie uiteraard terugkijken. Dank u.